Welkom bij deze allereerste video van 2022, jongens. Hoe was iedereen's oud en nieuw? Ik ben heel benieuwd. Laat me weten beneden in de reacties. Ik hoop dat iedereen zich heeft vermaakt en weer helemaal refreshed is voor dit nieuwe jaar. Ik behandel echt elk nieuw jaar als gewoon een soort van nieuwe film, een nieuwe show. We beginnen gewoon weer opnieuw en we gaan er gewoon weer het beste van maken. Dus ik dacht, ik knal dit jaar in met gelijk een heleboel nieuwe make-up producten. Ik heb wat nieuwe producten die ik wil testen en ik dacht, ik maak er gewoon een hele video van en dan kan ik dat samen doen met jullie. Het is een eerste indruk video, dus alles is helemaal nieuw en we gaan gewoon bekijken wat we ervan vinden. Ik ga het allemaal aanbrengen en het wordt een hele mooie soft glam look. Het wordt weer een lange video denk ik, want we hebben weer veel om te testen, dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week en dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik heb al heel lang niet zo'n knot in gehad. Ik had echt een tijd dat ik echt geen zin had om mijn haar te doen en echt in like elke video gewoon een knot deed. Het is weer lang geleden. Ik vind het wel weer leuk. Ik heb obviously niks op mijn gezicht. Ik heb alleen mijn wenkies gedaan, dagcreme en that's it. Laten we gewoon snel gaan beginnen. Ik ga vandaag beginnen met mijn gezichtsmake-up. En ik heb hier een nieuwe spray. Dit is de LA Girl Hydrating Mist Dragon Fruit. En dit is gewoon een all-in-one gezichtsspray. Je kunt het gebruiken als primer, als finishing touch, midden in je make-up proces, wat jij wilt. Dit hydrateert en prept gewoon je gezicht. Daar staat dat het hydrateert en verzacht, kalmeert en verjongt, remt ontstekingen, bevat aloe vera en roze extracten en is cruelty free. En ik wil hem vandaag gaan gebruiken als gezichtsprimer. Ik heb nog helemaal niet geprimed. Ik ben heel benieuwd hoe die ruikt. Het is echt een hele grote spray, zeg maar. Hij sprayt echt heel erg fijn. Het heeft een hele brede spray, zeg maar. Dit ding is echt heel groot, dus het sprayt gewoon gelijk echt heel je gezicht. Dat vind ik wel fijn. Hij ruikt ook wel gewoon... Het ruikt gewoon echt naar dragon fruit, gewoon letterlijk. Oké, dit vind ik wel fijn. I like it. Lekker goedkoop ook. Wow, ik zie echt een hele glow over mijn gezicht. Zien we dit? Nou, ik had niet verwacht dat ik hier zo enthousiast over zou zijn. Next up is ook een foundation van LA Girl. Dit is de LA Girl Tinted Foundation. Dit is het enige product vandaag die ik al heb gebruikt. Want jullie weten, als het gaat om een foundation, wil ik hem een aantal keer gebruiken om echt te weten wat ik ervan vind. Ik heb hem al 2 keer gebruikt. Ik heb ook een hele full day wear test gedaan. En jongens, hij is super fijn. Ik heb de kleur tan. Je hebt een heleboel kleuren. En dit is een lichtgewicht, lichtdekkende foundation. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Gewoon zo'n grote tube. Je krijgt 30 ml is een normale hoeveelheid. Er staat online dat het een lichte tot medium dekking heeft. Het heeft echt geen medium dekking. Het is echt gewoon een lichte dekking. Ideaal voor mensen die houden van een naturel gezichtje. Een no make-up, make-up look, et cetera. 2021 was echt het jaar van getinte crèmes, getinte foundations, lichtdekkende foundations. Elk merk is wel uitgekomen met iets van een skin tint. En ik ben echt een fan. Ondanks dat ik wel hou van de full glam looks, hou ik ook van zoiets. En dit is de eerste betaalbare die ik goed vind. Ik heb hier 2 van Fenty Beauty en Huda Beauty. Die zijn ook echt amazing, maar allebei duur. Dus ik was nog op zoek naar zoiets, maar dan meer betaalbaar. En deze is echt een winnaar. Ik vind ook dit heel fijn. Ik vind de applicator heel fijn, heel apart. Maar je kunt het gewoon zo aanbrengen. Kijk. En het blijft ook gewoon zo goed zitten. En dan kan ik het gewoon zo makkelijk uitblenden. Ik vind dit zo echt super makkelijk. De kleur is ook echt perfect voor mij. En dan blend ik het gewoon in met een kwast of met een spons. Kijk even die kleur. Die kleur is echt een perfecte match. Het heeft een lichte dekking. Het geeft echt een heel mooi naturel effect aan je gezicht. Gewoon alsof je gewoon niks op hebt. Maar het maakt toch wel een klein beetje egaal. En het geeft ook een hele mooie gloed. Zie je dit hier zo? Ik moet wel zeggen dat het ook wel een beetje komt door deze primer. Maar echt heel erg mooi. I love it. Jongens, kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Heel mooi, heel gezond. Alsof ik gewoon zo'n mooie, gezonde, stralende huid heb. Ik moet wel zeggen, ik zie nou wel iets meer glans dan normaal. Dus dat komt ook echt door deze primer. Dat vind ik echt een heel mooi effect wel. Zoals ik al zei, heb ik hem al een hele dag opgehad. 2 dagen zelfs. Dus ik zal jullie even laten zien hoe het eruit zag na 10 uur. Dit was na 10 uur, jongens. Mijn gezicht zag er echt nog gewoon topje uit. Heel erg mooi. Het was niet gaan vlekken of vettig worden of eraf gegaan of zo. Echt super, super fijn. Dus echt ideaal. Ik vind het heel mooi. Ik vind dit een hele mooie combo zo. I love it. Ik besef me net dat ik geen nieuwe concealer heb. Ik dacht dat ik die wel had, maar die heb ik niet. Dus ik ga gewoon even een concealer gebruiken die ik al heb. Ik ga in met mijn Makeup Revolution Eye Bright Concealer in de kleur Medium Light.
Dan is het nu tijd voor een nieuwe poeder. Van Makeup Studio heb ik de Natural Silk Perfection Loose Powder. Als je mij volgt, weet je wat voor een fan ik ben van hun andere poeder. De Translucent Extra Fine Poeder. Dit is al potje nummer 3 van hun. En hij is ook alweer bijna op. Deze is echt amazing. Dus ik dacht, laten we deze andere poeder proberen van hun. Ik heb hem ontvangen in PR. Deze twee andere heb ik gewoon besteld en deze ontvangen in PR. Vandaag is het een mix van wat ik heb ontvangen en wat ik gewoon heb gekocht. En ook een mix van duur en goedkoop. Dus ik ben echt heel benieuwd welke kleur is dit. Er staat verder geen kleur op ofzo. Hij is een beetje rozig. Hij is niet zo wittig als die andere poeder die ik heb van hun. Wat ik altijd doe is dat ik echt heel dit ding er gewoon echt helemaal afhaal. Kijk, zo. Ik wil altijd gewoon echt gelijk ingaan met de poeder. Het is wel een klein beetje donker. Ik hoop niet dat het te donker gaat zijn op mijn huid, maar we gaan het gewoon proberen. Ik ben nu wel gebruind met bruiningsmoes, dus ik ben wel iets donkerder. Oh jongens, als dit te donker gaat zijn, gaat het mijn hele gezicht verpesten. Oké, whatever. Oh, hij is niet te donker. Dat vind ik wel fijn. Hij is iets meer zacht, zeg maar, dan die andere poeder. Oké, deze poeder geeft wel een iets meer naturel effect dan die andere. Die andere is echt dekking, verlicht ook echt helemaal. Terwijl dit is iets meer zacht, iets meer blurry, iets meer naturel. Ik denk dat dat ook wel beter past bij de look van vandaag. Oké, ik was een beetje sceptisch, maar het is oké, denk ik. Oh ja, heel mooi. Wauw, het blurt echt heel erg. Het blurt meer dan die andere. Die andere is meer voor verheldering en deze is meer voor blurring. Het laat een beetje zo'n soort van velvet effect achter ofzo. Oh, dit vind ik heel mooi. Ik had het niet verwacht. Ik was echt een beetje bang. Ja, hij heet ook de Natural Silk. En het heeft ook echt zo'n soort effect. Ik zie het ook echt gewoon op mijn huid. Oké, ik heb eventjes snel mijn neus gecontoured. Normaal ga ik dan nou in met fixing spray om alles te hydrateren, et cetera. En daar ga ik dan nu ook deze spray voor gebruiken van LA Girl. Die dragonfruit geur is zo lekker. Wat is dragonfruit in het Nederlands? Ik ga opzoeken. Cactusfruit, drakenfruit. Ik vind die echt zo lekker. Ik weet nog op vakantie, toen heb ik die zoveel gegeten. Wie houdt ook van dragonfruit? Let me know beneden in de reacties. Oké, nou dit ging tot nu toe echt super duper goed. Mijn gezicht ziet er echt fantastisch uit. Ik ga nou eventjes stoppen met mijn gezicht en we gaan beginnen aan de ogen. Van Morphe heb ik de 35 Big Primping Artistry Palette. Dit is een paletje van hun afgelopen holiday collectie. Je kunt het ook zien aan de verpakking. Heel mooi, zo rozig en allemaal glittertjes. Heel feest- en holiday-achtig. Het was van de holiday 2021 collectie, maar hij is gewoon nog te koop bij Douglas. En ik had hem toen ontvangen in PR, maar nog niet gebruikt. Dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Gewoon precies als de buitenste verpakking. En dan binnenin heb je 35 prachtige glamour, matte en glanzende kleuren. Het is wel echt een heel neutraal paletje. Als ik er zo naar kijk, of als ik hem zou zien online, zou ik niet per se echt iets hebben van, oh wow, dit moet ik hebben. Maar het is wel echt ideaal voor een heleboel mensen, omdat dit gewoon geschikt is voor een heleboel soft glam looks, everyday looks, neutrale looks, beetje roze kleuren, bruin. Dus het zijn wel allemaal hele draagbare kleuren. Voor een feestcollectie, een holiday collectie, had ik wel ja, iets meer shebang verwacht. Maar ja, aan de andere kant heb ik wel weer ook iets van, ja, dit is wel echt heel draagbaar en dat vinden heel veel mensen ook fijn. Paletje is €30. Dat is een normale prijs voor een Morphe palet. En ik ben gewoon echt heel enthousiast om dit te gaan gebruiken. Ik wil gewoon echt een hele mooie vrouwelijke glamour, soft glam look hiermee gaan creëren. Ik denk dat de kwaliteit gewoon echt heel normaal gaat zijn. Gewoon hun normale kwaliteit, niet per se beter of slechter. Ik weet al dat ik voor de lippen een hele felle kleur ga aanbrengen. Dus ik wil het qua ogen een beetje neutraal houden. Maar ja, het is sowieso een neutraal paletje. Ik ga beginnen met deze oranje matte kleur. Die heet Freshen Up. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die kleur gaat in mijn hele arcaarboog. Ik gebruik niet vaak zo'n oranje kleur, dus ik vond het wel leuk om dat vandaag te doen. Ik heb al gepruimd met concealer. Dan ga ik in met een iets donkerdere oranje matte kleur, die heet Boom Out. En die kleur gaat ook in de arcaarboog, maar het blijft een beetje onder die andere kleur, die kleur van net. Dan ga ik in met de bruine matte kleur hier, die heet So Gorge. Die breng ik aan met mijn Zoeva 224 kwast. Is een iets kleinere fluffy kwast. En die gaat ook in mijn arcaarboog om het allemaal iets donkerder te maken. En ik blijf onder die andere twee kleuren. Nou, al deze kleuren blenden fantastisch in elkaar in. Heel erg mooie kleurtjes. Ik ga in met deze donkere, warme bruine kleur. Die heet Total Inspo. En die breng ik in de buitenste hoek aan om het iets donkerder te maken. Niet te veel. Ik wil het niet al te donker hebben. Gewoon een klein beetje. Oké, nou dit ging echt toppie. Het blendt echt fantastisch in. Goede pigmentatie. Echt, I love it. Ik ga nou al deze matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan wil ik nou ingaan met deze glanzende kleur hier. Die heet This is Major. Ik vond die kleur een beetje apart. Dit is niet een kleur die ik heel snel zou gebruiken. Een beetje rosé-achtig.
En die breng ik over mijn hele ooglid aan. Ik moet wel zeggen, dit is wel echt een heel basic paletje. Alle kleuren zijn echt heel basic. De formules zijn ook echt heel basic. Nou wil ik ook ingaan met de glanzende kleur hier. Die heet Big Pretty. Ik weet niet waarom, maar ik wil gewoon een iets lichtere kleur erop hebben. En ook dit is een beetje een aparte kleur. En die breng ik er gewoon zo op aan. Oh, nou, die zie je niet eens echt. Oké. Dan wil alles een beetje blenden bij de randen. Dan pak ik weer een beetje van die kleur Total Inspo, die donkere kleur. Dan breng ik die weer hier een beetje terug in de buitenste hoek. Dan ga ik in met deze hele lichte glanzende kleur hier. Die heet Make It Pop. De naam van die kleur is precies wat ik ga doen. I'm gonna make it pop. Want die kleur wil ik zo hier aanbrengen in de binnenste ooghoek. Oeh, die is heel mooi fel. De naam doet hem echt eer aan. En dan met wat er nog een beetje op de kwast zit, breng ik het ook een heel klein beetje aan. Onder de wenkbrauwen. Oké, jongens, dit is dan de look. Een hele, hele mooie soft glam look. Next up is mascara. Dit is de MAC Cosmetics in Extreme Dimension 3D mascara. Mijn allereerste mascara van MAC. Ik heb nog nooit een mascara van hen getest. Deze heb ik ontvangen in PR, dus ik heb geen idee wat de kwaliteit gaat zijn. Ik vind de verpakking wel echt heel leuk gedaan. Heel apart. Ik weet niet precies wat dit is, maar het is apart. Ik ben zo benieuwd hiernaar. Kijk even dit, jongens. Oké. Ik krijg een beetje SM-vibes hiervan. Ik weet niet waarom, maar dat is de vibe die dit mij geeft. Ik moet wel zeggen, het is super satisfying als je hem eruit haalt. Hoor dit. Deze mascara heeft echt een heleboel claims. Door oogartsen getest, veilig voor contactlensdragers, verlengt, geeft volume, krult, lift, klontert niet, vlekt niet, carbonformule. Nou, het moet dus alles geven, lengte, volume, zonder dat het gaat klonteren. Ik ben benieuwd, ik heb wel hele slechte wimpers, maar whatever. Ik ga ze wel eens krullen. Oké, mascara zit erop. Ik ben niet heel erg onder de indruk. Ik vind hem ook echt absoluut niet slecht of zo, maar ook niet echt fantastisch. Waarvan ik denk, ja, deze moet je echt hebben. En voor 25 euro, het enige waar ik heel de tijd aan dacht was dat ik voor 25 euro een geweldige mascara kan halen van Benefit. Dus als je toch zo'n bedrag wilt betalen, dan vind ik die van Benefit beter. De Benefit Bad Girl Bang mascara. Ja, het is oké. Nu ik hem heb, zal ik hem wel gebruiken, want hij is niet slecht. Maar om hem echt te halen, ja, niet per se. Next up is wimpers en eyeliner. Van Kiss heb ik de Magnetic Eyeliner en Lash Kit. Dit zijn dus magnetische wimpers. Die heb ik al heel vaak getest op mijn kanaal. Af en toe vond ik ze fijn, af en toe niet. Maar dit is dus zo'n hele set met een magnetische eyeliner erbij. En als je dan die aanbrengt, dan blijven de wimpers vastplakken aan de magnetische eyeliner. Dus ja, ik ben hier gewoon heel benieuwd naar. Er zitten 5 magneten per wimpers. Ik heb de stijl 07 Charm. Je hebt er een aantal. Ik heb hem besteld bij Boozy Shop. En dit lijkt mij dus ideaal. Want dan hoef je niet allemaal te handelen met wimperlijm en zo. Dit waren de meest extreme wimpers. Niet echt heel extreem, maar ja, er was niks langers. Dus deze heb ik gewoon maar genomen. Ik ga het gewoon proberen. Dit is dan hoe het er allemaal uitziet. Je krijgt dus de eyeliner en de wimpertjes. Ik moet de wimpers knippen, maar er zitten magneetjes op. Maar dan knip ik er een magneet af. Zou dat een probleem zijn, denk je? Want ze zijn echt veel te lang. Ik heb niet echt hele grote ogen. Ja, ik moet er gewoon echt eentje afknippen. Als je nep wimpers knipt, knip altijd van de buitenste hoek. Niet de binnenste hoek. Ik knip er gewoon altijd gewoon zo'n klontje van af, zeg maar. Kijken. Ja. Nou zijn ze gewoon goed voor mijn oogvorm. Ik voel ook dat de magneet zo vastklampt aan mijn pincet. Ik ga stuk. Ik denk wel dat ik gewoon echt een hele wing wil maken. Dit is hoe die eruit ziet. Gewoon zo'n klein kwastje. Jongens, I love the eyeliner. Het is super zwart, lekker liquid. Het kwastje is heel fijn, heel flexibel. Het lekt niet, het is niet helemaal zo waterig. I love it. Moet ik dan wachten totdat hij opdroogt of kan ik het gelijk opdoen? Wacht totdat de formule droog is. Oké, ik moet dus echt wachten totdat hij droog is. Dan doen we dat. Breng de wimpers precies aan op de aangebrachte eyeliner. Oh, er staat ook op als je de wimpers knipt, trim precies tot aan de volgende magneet. Oké, nou dat is ook toevallig wat ik heb gedaan. Oké, ze zijn al bijna droog. Deze is iets dikker dan deze. Oké, jongens, ik ga hem aanbrengen. Ik denk dat het hier al droog is. Ik ga stuk, het klampt gewoon echt vast. Oké. Het klemde gewoon echt gelijk zo vast. Oké, de wimper is echt veel te naturel voor mij. Waarom zijn magnetische wimpers altijd zo extreem naturel? Oké, nou, ze zitten eigenlijk gewoon echt goed vast. Ik ben alleen niet zo'n fan van de wimperstijl, maar dat is gewoon echt een persoonlijke voorkeur. Ik vind ze echt veel te natuurlijk, maar ja, dat is gewoon echt altijd zo. Maar
Ja, heel mooi. Ik vind het ook gewoon mooi naturel staan met de look. Een beetje mascara op de onderste wimpers en dan zijn we klaar met de ogen. Ik ga verder met mijn gezicht en ik ga mijn gezicht bronzen. Van Make-up Studio heb ik de Compact Earth Powder. Dit is niet per se een bronzer, maar gewoon een poeder die ik heb gekozen in een bronzer kleur. De verpakking is echt super satisfying. Hij is zo lekker zacht. I love it. En dit is dan de kleur en je krijgt ook een handige spiegel erin. Die is ook echt best wel groot, dus je kunt hem echt gewoon gebruiken als bronzerspiegel. En hier onderin krijg je ook een kwastje. Maar die gebruik ik nooit. Welke kleur heb ik? Ik weet niet welke kleur ik heb. M4? Is dat de kleur? Ik denk M4. Maar ik zet het sowieso beneden in de beschrijving. De kleur lijkt heel mooi te zijn. Een hele mooie warme kleur. Oké, hij is niet zo heftig als dat ik had verwacht. Het is iets meer subtiel. De kleur vind ik heel mooi. Alleen hij blendt niet zo fijn in. Als je hem aanbrengt, brengt hij gewoon niet zoveel aan. Je moet echt best wel veel aanbrengen voor een beetje kleur. En het blendt niet heel goed uit. Het kost me echt wat moeite om het allemaal goed te blenden. Dus ik denk dat ik deze poeder niet zo fijn vind. Tenminste niet als bronzer. Maar ja, als hij niet fijn blendt, dan is hij ook gewoon niet fijn als poeder of als whatever. Nee, dit is vandaag het eerste waarvan ik denk... niet zo fijn. Next up, blush. Van MAC Cosmetics heb ik de Glow Play Blush. Dit is dus een glanzende blush van MAC. Van de Glow Play Blush collectie. Ik heb hem in de kleur Grand. De verpakking is heel apart. Zo doorzichtig-achtig. Dit is dan hoe de kleur eruit ziet. De kleur lijkt echt heel mooi. Hij is echt heel glanzend. En dit zou dus mijn gezicht echt moeten gaan laten stralen. Dit moet een stralende blush zijn. Dus ik ben benieuwd. Ik ga hem even swatchen. Dit voelt zacht aan. Wow, dit voelt echt niet aan als een poeder. Het voelt als een combinatie van een cream en een poeder. Wow, dit is echt heel apart. Gelukkig heb ik hem geswatcht, anders wist ik dit niet eens. Je kunt hem ook echt zo indrukken. Kijk, ik weet niet of je echt de deuken kunt zien. Kijk, als je erin drukt, er komt echt zo'n deuk in, alsof het klei is. Wow, dit vind ik heel apart. Ik heb hem geswatcht op mijn hand. De kleur lijkt echt heel mooi. Dit is echt een hele aparte formule. Nou, laten we het gewoon proberen. Oké, heel roze. Wel heel mooi glanzend. Kijk, je ziet hier ook echt zo die glans. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Hij is wel, ja, het is wel echt heel mooi glanzend. De kleur is gewoon niet echt een goede match voor mij. De kleur is ook wat lichter dan dat ik had verwacht. Ik had hem iets donkerder verwacht of zo. Wel mooi, maar... ja, ook weer niet. Ik weet niet. Ik denk dat het echt gewoon de kleur is. De kleur is gewoon geen goede match met mijn huidskleur. Beetje een moi. Laten we gewoon verder gaan met een nieuwe highlighter. Ik heb hier de Glam Light Pina Colada Highlighter. Dit is dus een nieuwe highlighter van Glam Light. De verpakking is echt heel vakantieachtig. Het voelt gewoon alsof ik op het strand lig. Het ziet er wel allemaal echt heel mooi uit. Cocktailachtig. Maar ja, het is ook de Pina Colada. En het is een hele mooie lichte champagne kleur. De kleur lijkt heel mooi. Hij lijkt wel een tikkietje licht. Ik hoop niet dat hij te licht gaat zijn, maar we zullen zien. Oeh, oké. De swatch lijkt wel mooi. Niet echt denderend, maar we zullen zien. Ook heb je een hele mooie grote spiegel erin. Wow. Oké. Super heftig. Pak niet te veel. Oké. Kijk hoe heftig dit is. Ik vind het wel heel mooi. Het is wel echt prachtig. Het is wel een tikkeltje te licht voor mijn huidskleur nu. Maar het is wel echt prachtig. Als je houdt van een heftige glow, dan is dit echt jouw ding. I love it. Ik ben echt een fan. Oké, en dan heb ik nog een nieuwe lipstick. Dit is de L'Oreal Color Rich Lipstick in de kleur 125. Ik hou van de Color Rich collectie van L'Oreal. Dus ik weet eigenlijk al gewoon wat ik ervan vind. Alleen deze kleur is nieuw. De kleur 125. Of ja, nieuw voor mij. En het is gewoon een hele mooie felrode kleur. Laten we hem aanbrengen. Ik ga hem gewoon alleen aanbrengen zonder lippot, een loodje of zo. Want dan kunnen we gewoon echt goed de kleur zien. Ik denk dat die kleur heel mooi gaat staan met de look van vandaag. Super mooi. Heel erg gepigmenteerd. Er komt heel veel pigment vanaf. Hij is lekker creamy. Het is geen matte lipstick. Ook niet een hele, hele creamy lipstick. Maar gewoon zo'n normale lipstick formule. Hij ruikt ook... echt naar lipstick. Vroeger, toen ik altijd mijn moeders make-up oppakte, die lipsticks van vroeger, die oldschool lipsticks, die hebben echt zo'n lipstickgeur, als je begrijpt wat ik bedoel. En deze lipstick heeft ook die geur. Dus echt de nostalgie overal gewoon. I love it. Dit is echt zo'n lipstick die mijn moeder zou dragen. Maar echt op een goede manier, niet op een slechte manier. Nou, en dan sluiten we de look weer af met deze spray.
Nou jongens, dit was het dan. Dit is de hele look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt weer een hele, hele mooie look. Ik zal eventjes nou snel vertellen wat ik nou uiteindelijk van alles vind. Deze Make-up Studio poeder is eigenlijk het enige vandaag waarvan ik echt denk, nee, ik vind het gewoon echt slecht. Het blendt gewoon echt niet goed. Ik raad hem daarom ook niet aan. De lipstick vind ik echt fantastisch. Heel mooi. De blush. Oké jongens, ik ben de video aan het editen en ik ben nou aangekomen bij mijn mening over de blush. En in de video zou ik hem gaan aanraden. Maar mijn make-up zit er nou eventjes op en ik zie gewoon dat de blush aan het verdwijnen is. Je kunt hem nog wel een heel klein beetje zien hier zo, maar dit is eigenlijk gewoon allemaal bronzer wat je hier ziet. Dus ja, en ik heb de blush nog niet eens zo heel lang op. Ik heb mijn make-up nou misschien 2-3 uur op of zo en de blush is al gewoon aan het weggaan. En voor die hoge prijs en ik twijfelde al en ik vond hem al een beetje mooi. Ja, al dat gecombineerd zijn er toch wel een heleboel andere blushes die zelfs goedkoper zijn. Die gewoon echt beter zijn en beter blijven zitten. Deze highlighter echt de winnaar van vandaag. Dit is echt prachtig. Het laat ook niet zo'n streep achter of zo. Het blendt helemaal in de huid alsof het gewoon helemaal zo creamy is. Ik vind hem echt super duper mooi. Deze spray is ook echt een winnaar. Ik vind hem fantastisch. Heel mooi gehydrateerd effect. Deze magnetische wimpers ook heel mooi. Ze blijven gewoon echt goed zitten om makkelijk aan te brengen. Ik vind ook de eyeliner echt heel, heel erg fijn. Deze mascara, ja, ik raad hem ook niet echt zo aan. Hij is niet heel slecht, maar er zijn betere voor die prijs. Deze tinted foundation ook fantastisch. Heel mooi als je houdt van een natural effect. Deze poeder ook heel mooi. Heel mooi silkachtig. Laat echt zo'n hele mooie geblurred effect achter. I love it. Ja, en dit paletje. Het is gewoon echt een goed paletje. De kwaliteit is goed. Het blendt goed. Goede pigmentatie. Ik vind hem alleen een beetje basic. Maar ook dat is weer echt een persoonlijke voorkeur. Voor alle basic mensen onder ons is dit echt een ideaal paletje. Als je gewoon houdt van ja, wat meer basic neutrale looks. Dan vind ik hem echt heel fijn. Alleen hij heeft mij persoonlijk niet echt gewowd of zo. Heel veel kleuren vind ik ook dat ze een beetje op elkaar lijken en zo. Dus ja, al met al, ik vind het niet echt wowie. Maar ja, als je gewoon houdt van basic looks. Dan is dit wel een fijn paletje om te hebben. En dat was het volgens mij toch? Ja, dat waren alle producten. Vandaag. Al met al is het vandaag dus gewoon echt hartstikke goed gegaan. Let me know wat jij vindt van alle producten van deze make-up look. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. En we het jaar gewoon goed zijn begonnen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!